Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Deze week geen tankvideo, we zijn even aan het wachten op wat onderdelen. Maar we hadden deze tractor nog staan bij de oude werkplaats. Hij staat stil. Kijk dan. Nou, daar zijn we dan, hè. Oude werkplaats. Hier is het ooit allemaal begonnen, hè. Herkent het niet meer terug. Hier, dit was het veldje waar we inderdaad met die auto's altijd reden. Hé, maar hier gaat het om, hè. Hij is best wel groot, hè. Ja, dit is een aardige tractor. Ja, hij ziet er wel goed uit. Dat valt niet tegen, toch? Niks. Ja, de rem die zit toch keivast. We hebben die remmen net wat losgezet. In de hoop dat hij misschien wel helemaal vrij zou komen. Maar dat is niet het geval. Ik denk dat we gewoon eerst even diesel moeten gaan halen. Dan kun je hem starten, want dan kan hij op eigen beweging zijn remmen los trekken. Klaar, man. Ze hebben dadelijk een accu. We moeten eigenlijk niet de remlijn verrennen. Het is wel wolkjes, maar hij wil, moet tegelijkertijd sproeien. Nou, hij gooit niet snel genoeg rond. We gaan er een accu bij zetten, met startkabels. Dan kunnen we op 24 volt starten. Dan zetten we de accu's in serie. En dan gooit hij even wat harder rond. Dat is natuurlijk niet zo goed eigenlijk allemaal, maar ja, hij moet wel, hij moet gewoon gaan lopen. Zo. Pas als een huis, hè, deze. Helemaal niet. We krijgen hem wel van zijn plek af, dat is al iets. Ja, we willen nou hier het mechanisme wat weghalen wat er zit van de remmen. Want we kunnen bij de handrem zit daar een heel mooi inspectiegaatje, dat kunnen we zien. Maar van de hoofdrem kunnen we hem niet zien, de remband. Maar als we een mechanisme weghalen, dan kunnen we daar een rubberhoes weghalen, kunnen we erin kijken. En dan hopelijk zien we dan de remband zitten. Dan kunnen we kijken of die inderdaad vast zit of dat er iets mee is. Het ziet er niet goed uit, hè? Nee. We hebben nou alleen maar aandrijving als we de sper erop hebben staan. Dus het lijkt wel dat er hier iets kapot is in de eindvertraging of zo. Hey. Het is ook een remtrommel. Oh, hij is afgebroken, kijk. Ja, hij is afgebroken, zie je dat? Hier zat dus nog een stuk aan. En we kunnen er nog niet eens bij onze rem bij. Die moeten we nou zo losgooien nog. Oh! Er zit gewoon water in, ja. Kijk aan. Oh! Daar zit helemaal geen trommeltje in, joh. Dat is een koppelingsplaat. Zie je dit? Hij is gewoon verkeerd in elkaar gezet. Hey, dit zijn waarschijnlijk twee dingen die ten opzichte van elkaar... Ja, man! Dit draait, net als bij de tank. Dat draait dus niet. Jawel, ja. En dit klemt dus hier tegenaan. Ja. En dit groeit. Ja. Dat wordt groter. Kijk, want hij doet het wel. Zie je dat? Hier. Nou is hij los. Ja, maar dit is gewoon net als bij een tank met kogeltjes zo. Ja. Het is geen bandremmetje. We dachten dat het een bandrem was, maar dat is dus niet. Kijk, hier zit een soort van koppelingsplaat. En die zit aan deze kant zit er nog zo een. En daartussen zit een element die drukt eigenlijk die twee platen uit elkaar. En dan hier in de huis, zeg maar, daar gaat hij, ja, daar drukt hij gewoon tegenaan. En aan die kant van hetzelfde. Maar dit is niet vernieuwd. Dit is gewoon, dit zit gewoon vast. Alleen dat bandremmetje. Daar gaat hij.
Ja, we hebben natuurlijk hier op dit wiel geen aandrijving, maar we kunnen straks met spare erop kunnen we toch wel rijden, want dan heeft hij op dat wiel in ieder geval aandrijving. En dan kunnen we hem door de zandbaan rustig naar de werkplaats toe rijden. Oh, hij staat stil. Die staat hier, kijk. Ja, hij hield er in één keer mee op, zeg maar. Ik heb al even deze losgemaakt. Die brak ik gewoon meteen af natuurlijk, zo bros dat allemaal was. Maar deze heb ik doorgeblazen en kijk hier. Nou loopt hij weer. Maar daar kwam niks, geen diesel meer uit. We hebben gewoon diesel volgens mij. Hij is net stilgevallen, er zit rotzooi in de tank. Hij heeft daar lucht in het systeem getrokken. Daarom zitten ze vast natuurlijk. En er zit gewoon een hele koeklaag in. Dit wat hier ligt is dus het element wat tussen die plaatjes in zit, wat uit elkaar schuift. Hier zien we 5 kogels in liggen. En die kogels die liggen in een gatje met een, ja, een soort oploopbaantje. Ja, dus deze plaat die ligt dan hier bovenop. En daar zitten ook van diezelfde baantjes in. Nou, wat er dan eigenlijk gebeurt, hij draait, zeg maar, die plaatjes draaien tegen elkaar in. En die kogels die worden eigenlijk naar buiten gedrukt, waardoor deze twee plaatjes naar buiten gaan. En ja, die doen het werk. Ja, want dit werkt zo, hè. Dat is een kniegevricht trouwens wat hier zit. Daar ben je echt super sterk mee. Kijk, deze twee dingen die hier zitten, zeg maar, die zaten zo met een pen. En dan werd hier tegen gedrukt, meen ik, hè. Of trekken. Nee, trekken deed hij, hè. Trekken, ja. Ja, hij trekt. Ja, en dan ben je heel sterk natuurlijk. En die kracht is ook wel nodig, want het is best een steil hellinkje wat hij op moet rijden. Ja, dit is gewoon een kwestie van goed schoonmaken, hè. Maar hier gaat inderdaad remvloeistof in. Als je op de rem trapt, dan zit er eigenlijk precies zo'nzelfde ding als dit. Die douw je eigenlijk in. Dan gaat die vloeistof door een leidingje en die komt dan hier aan. En dan gaat deze naar buiten. En dan douwt hij tegen het hefboompje aan. En die, douwt dan, ja, die trekt dan het remmechanisme wat we daar straks gezien hebben. En die doet dan zo. En die gaan naar buiten. En die douwen dan die remschijven zo in de huis. Hey, en dan remt hij als een malle. Heb je hem? Ja. Hier ligt hij, de patiënt. Ja, hier is dus ook de afgebroken as. Oeh. Oké. Hop, hop, hop. Ja. Oh. Kijk dan. En een knoepje. Nee, komen er wel achter. Ja. Kijk eens. Ah, hij komt al. Even weer spanning erop zetten, denk ik. Ah, yes. Kijk. Nou, nou, nou. Hey. Daar is hij. Oh, kijk aan. Oh. We hebben nou al wel een prachtige steekas, maar we moeten nog een paar spulletjes hebben. Kijk, oeh, ja, 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 de eindje. Bleh. Hey, gezaam. Een kering. Je hebt hier heb je een stoflip, deze. Dus die kant zit eigenlijk meestal dan naar buiten. En aan deze kant, die grote lip die hier zit, daar staat de olie tegenaan. Dat is eerst moet hij. Eerst moet die. Die moet helemaal naar beneden erin. Hij loopt nog steeds een beetje aan. Het lijkt wel dat er toch nog
rotzooi tussen die onderste schijf zit en het huis. We maken deze plaat even schoon, want er zat net te weinig speling op de rem. Maar die moet natuurlijk goed vrijkomen, want als die natuurlijk vastklemt, dan blijft je en de hele tijd zwaar lopen. En ook verslijt natuurlijk je remvoering een heel eind. Dat is natuurlijk niet goed. Het lijkt erop dat het erdoor kwam doordat hier nog een boel roest en rotzooi tussen zat. Deze plaat natuurlijk, die ligt er onderin. Hierbovenop ligt zo'n koppelingsplaatje. Daartussen het drukelement en daarbovenop nog zo'n koppelingsplaat. Remplaat eigenlijk. Eigenlijk de dikte van het pakket natuurlijk. Ja, die zorgt er eigenlijk dus voor dat de boel gaat aanlopen. Dat het te dik is. Dat komt waarschijnlijk doordat hier rotzooi tussen zit. Hier zie je ook wel roest zitten en zo. Dus we gaan even die onderdelen allemaal goed schoonmaken. Terug in elkaar zetten. Kijken dat hij er mooi vlak in ligt, want dat was net ook niet helemaal goed volgens mij. Dus we zouden het probleem op moeten lossen, denk ik. Ja hoor! Eigenlijk wil ik wel even een keer remmen. Ja, remt. En nou los. Dook. Ja hoor! Great succes! Zo. Dat is het brandstofkraantje. Daar zit wel. Er zit wel wat rotzooi in. Kijk maar eens. We moeten het dadelijk even uitspoelen. Er komt belletjes uit. Ja. Dat is goeie. Nu moet je het gaan doen, alles of niks. Ik zeg het, zeg het maar. Ja. Komt ie. Hij doet het weer goed, hè? Wat verdikken. Als we nou vastzitten met een zelfbouwtank in het bos, kunnen we tenminste zelf lostrekken. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.